Het ligt in de bedoeling dat er een Suriname-Guyana Business Council wordt opgezet. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op een persconferentie na een bezoek aan Guyana. Hij haalde aan dat er diverse samenwerkingsverbanden zijn besproken met ons westerbuurland. Met deze Business Council willen beide landen de samenwerking van bedrijven in diverse sectoren bevorderen. Ramdien gaat in op de sectoren waar er nauwelijks een samenwerking bestaat met Guyana. Dan ten aanzien van het bedrijfsleven, de promotie van investeringen en bedrijfsleven, samenwerking, met name in de agrarische sector, met name in toerisme, dat is een verzoek van hun kant, maar ook in veehouderij en pluimveeteelt. Er is een enorme schaarste van wat wij begrepen van de lokale, de Surinaamse bedrijven die daar opereren, aan vlees. De bedoeling is dat er een Suriname-Guyana Business Council wordt opgezet, waarin vertegenwoordigd zijn de overkoepelende bedrijfsorganisaties. Ramdien zei dat er ook gekeken is naar mogelijkheden van samenwerking voor olie en gas. Deze samenwerking zal niet direct komen, maar zeker wel in de toekomst. Met name op het stuk van wat voor dingen kun je samen doen, om samen te gebruiken, om zeg maar, de kosten te verminderen en je winsten te verhogen. Met name op het gebied van local content development, maar ook op het gebied van diepzeehavens bijvoorbeeld. Dat zijn enorme investeringen die samenwerking vereisen in termen van financiën, maar ook in termen van expertise. En dat was minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Hij sprak afgelopen zondag op het vliegveld De Zorg en Hoop na een tweedaags bezoek van een presidentiële delegatie aan Guyana.